Er wordt hard gewerkt aan het Kiel, want alle oude zitjes zijn weggenomen. En dus ligt het stadion er nu wat kaal bij. Er worden allemaal nieuwe zitjes, 10.400 nieuwe zitjes aangebracht op de nieuwe tribunes. Allemaal. Drie tribunes hier ook. Je hebt er daar eentje al, zie je er al. Zo'n paars, zo zal het hier vol zitten. En ook met Beerschot en Twitter ingeschreven ook. Dus een leuke verandering, ja. Ook meer comfort voor onze toeschouwers, dat is wat we willen brengen ook, ja. De oude lagen en soms nog rood en gele zitjes, die worden weggegooid. In de plaats komen deze hoge paarse. Daar komt wel nog een Beerschot logo op. Witte zitjes tussen de paarse zullen golven en de naam Beerschot AC vormen. Zitjes met rugleuning zijn verplicht voor wie Europees wil spelen. En dus toont de club met dit zitje haar ambitie. We proberen ook zo rap mogelijk terug een Europees ticket te mogen halen. En uiteraard dan in ons eigen stadion te mogen spelen. Hè. Ook ambitieus zijn de plannen van het jeugdcomplex op de Wilrijkse pleinen. Grote graafmachines pakken de velden aan. En elk gebouw hier is al of zal nog worden platgegooid. De hele site zal grondig veranderen. Dat is een volledige hertekening van alles. Dat is een project waar we al een paar jaar mee bezig zijn. En het is fantastisch dat we dat nu kunnen doortrekken. Dit gaat de kwaliteit van onze jeugdwerk en de kwaliteit van onze trainingfaciliteiten geweldig opkrikken. Dat zijn stappen die wij willen zetten om hier toch een grote ploeg uit te bouwen in deze stad. Hè. De voetbalvelden die moeten tegen augustus klaar zijn. De hele site met daarbij een sporthal van de stad en een volledig nieuw gebouw van Beerschot zelf tegen de zomer van volgend jaar.